Mijn eerste gast is Sholeh Rezazadeh. En zij schreef het boek De Hemel is Altijd Paars. Welkom, dankjewel. Sholeh. Sholeh, jij bent een Iraans-Nederlandse schrijver. Als het goed is, klopt het hè? Dat jij geneeskunde studeerde in Iran, maar dat moest van je vader. Ja, klopt en dat? Ook andere mensen. Oké, iedereen vond dat jij geneeskunde... In heel veel landen moet iedereen dokter worden. Dus. Ja, dat is ook een prachtig beroep. Maar er school een auteur in jou. Jij hebt vorig jaar nog opgetreden als dichter op het Nationaal Kampioenschap Poetry Slam. Ja. Met prachtige gedichten. En dit jaar ben je gedebuteerd met de roman met de prachtige titel De Hemel is Altijd Paars. In 2015 verhuisde je naar Nederland voor de liefde. Ja, klopt. Ja, de liefde is een onderwerp wat mij altijd interesseert. Oké. Dus als we nog tijd over hebben, dan moet je daar zeker wat over vertellen. Ja. En al binnen 3 jaar tekende je contract voor dit boek. Ja. Wat je geschreven hebt in het Nederlands. Ja. En jij bent een talenwonder. Ja, dat wist ik zelf ook niet, maar blijkbaar zat in mij. Maar blijkbaar zat dat in jou. Hoe kwam je daarachter? Ja, ik wilde eigenlijk sinds mijn jeugd wilde ik schrijver worden. En ik had heel veel liefde voor literatuur, voor de woorden. En toen ik naar Nederland verhuisde, het was voor mij een soort van begin van mijn leven. En ik moest sowieso alles opnieuw doen. Dus ik dacht, misschien nu is het moment om mijn passie achteraan te gaan. En ik twijfelde in het begin, dat moet ik in het Perzisch schrijven of in Engels. Maar toen dacht ik, ik moet gewoon in het Nederlands schrijven, ook in Nederland thuis te kunnen voelen, maar ook met de lezers in contact te kunnen zijn. En dat was de motivatie. En dan begon ik bijna letterlijk van de eerste dag taal te leren. En zo kwam ik verder. En hoe kwam je dan aan alle woorden die je nodig hebt om zo'n mooi boek te schrijven? Toen ik bezig was met het schrijven van dit boek, ik was dan maar nog geen 3 jaar in Nederland, dus ik had niet heel veel woorden. Maar dat heeft ook misschien juist geholpen om mijn verhaal te kunnen gewoon vertellen. Omdat als je niet heel veel opties hebt, dan zeg je gewoon wat je voelt en wat je wil zeggen. Zo kort en zo simpel mogelijk. En het geeft jou kaders. Als je niet heel veel opties hebt, dan soms doe je het makkelijker eigenlijk. Mooi. En zou je willen vertellen waar je boek over gaat? Want ik weet zeker dat iedereen dat graag wil weten. De Hemel is Altijd Paars is een verhaal van een nieuwkomer in Amsterdam. Arghavan heet ze. En ze runt een kringloopwinkel in Amsterdam. En daar komt ze allemaal mensen tegen. Een oude man die de geluiden van de bomen opneemt. Of een danseres die half doof is. Of een muzikant waarop ze verliefd wordt. En ze probeert gewoon een nieuw leven op te bouwen in een nieuw land. Maar ondertussen zijn ook heel veel flashbacks haar jeugd, jeugdherinneringen in Iran tussen de bergen. En vooral met haar vader. En zij heeft heel veel liefde voor de bomen. En bomen spelen best een grote rol in dit boek. Zij is iemand heel gevoelig en introvert en niet zo makkelijk met communiceren. Dat is een beetje... En zitten er veel autobiografische elementen in je boek? Ik denk sowieso in alle boeken van alle schrijvers zitten wat eigen verhalen. En in dit boek ook. die een heel groot deel van de jeugdherinneringen en dan de vader en de relatie met vader, dat is bijna autobiografisch. Het is maar toch gemixt met fictie, maar er is ook heel veel fictie. Dus al die personages van die winkel en zo, dat is ook fictie. Dus combinatie. Ja, en nou is er een grote bijrol weggelegd voor de muzikant, waar zij verliefd op is. Is dat de muziek in dit boek? Ja, het is dus je hoort in het boek af en toe fluitspel of ook de muziek van natuur, van de wind en van de bladeren, van de bomen. Het is, en heel veel poëzie zit ook in het boek. Dus ik denk, ik ben geen muzikant, maar ja, ik heb zeker altijd respect voor muziek en ik kan er heel erg van genieten. En ja, ik dacht, ja, dan breng ik een muzikant in mijn boek. Ja. Ja, het is grappig dat jij zegt, je somt op de muziek van de natuur en de muziek van de poëzie. Is poëzie ook muziek voor jou? Ja, zeker. Poëzie is voor mij een muziek die... Ja, als je helemaal een beetje klaar bent met de wereld, dan zet je die muziek aan en dan ben je weg. En dan, dat is voor mij poëzie. En ja, zo. Dus ook muziek. Okay. Dankjewel. Alsjeblieft. Met dit prachtige inkijkje. En nu gaan we boeken allemaal lezen. Ja, dankjewel.